put a little bit of shit, put a little bit of shit, put a get a little bit of gasoline. Welcome to another crisis. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crisis. Ja, en voordat jullie naar deze Kerenwood gaan kijken, zijn we deze Kerenwood een paar regeltjes. Minimaal 2 seizoenen bij een club. Dat bedoel ik met RKC dus bijvoorbeeld 2 jaar of iets minder. Eerst 4 jaar bij een kleine ploeg bedoel ik dus nu 2 jaar RKC dan een andere ploeg, ergens in het buitenland. Realistische transfers en werken met de jeugd. En bondscoach van een klein land worden, dat wil ik ook met Bert van Marwijk. En we gaan natuurlijk 4 seizoenen bij een kleine ploeg. Nu dus RKC, misschien wel 2 jaar, misschien iets minder. En daarna gaan we de overstap maken naar een andere ploeg in middenmoot in het buitenland. Of misschien wel Nederland. We gaan allemaal kijken hoe het gaat lopen. Maar we hopen natuurlijk op een goede carrière van Bert van Marwijk. En ooit weer bondscoach worden van het Nederlands elftal. Maar eerst maar een ander klein landje doen. Veel kijkplezier bij deze Kerenwood. Jongens, en stok in deze video. Mijn naam is Wesley van Viesboer 1999. We hebben vandaag weer een nieuwe RKC-Kerenwood. En dit is de laatste RKC-Kerenwood op dit kanaal. Want hierna gaan we de overstap maken met Bert van Marwijk naar een andere ploeg. Ik kan al verklappen in Nederland. Welke club, dat gaan jullie zien aan het eind van deze video. Ik moet ook wat vooraf even wat mededelen. Daar heb ik eigenlijk al te veel verklapt. Maar de laatste wedstrijd is de finale van de Europa League. Maar dat laatste stukje is weer verdwenen van de Xbox. Die Xbox heeft steeds rare capriolen. Opnames verwijderen zomaar. Of hij neemt weer niet op. Dan heb ik dat weer. Dus ja, het ligt niet aan mij. Het ligt aan de Xbox. En het is gewoon echt heel erg irritant. Want het belangrijkste stukje is dus niet in deze video. We hadden uiteindelijk wel gewonnen, die finale. Niet met een hele grote uitslag, volgens mij. Voor mij 3-2 eigenlijk. Ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, dat helaas is niet in deze video. Maar wel naar welke club gegaan, dat moeten jullie wel in de gaten houden. En ook de wedstrijd tegen Ajax zien jullie wel deze video. Ga gewoon kijken, let's go. Ondertussen is hij al bezig voor jullie. Waar Ajax nu de aanval heeft met Gravenberg die de bal krijgt. Weggehaald door De Groot. Gravenberg en de redding van Stekelenburg. Morgen ook de afsluiting van de Feyenoord-Kerenwood. Dan komt er de volgende dag gelijk de nieuwe Dirk Kuyt-Kerenwood. Ook bij Feyenoord. Ja, Dirk Kuyt is natuurlijk een beetje van de jeugd en de gewone spelers. En ik denk ook niet dat hij veel transfers gaat doen in zijn eerste seizoen. Hij heeft natuurlijk een goed elftal. En hij gaat er proberen met dat elftal toch wel aardig uit te halen. Maar willen jullie nog, of weten jullie nog, goede jonge spelers? Waar denk je van, nou, Kuyt die gaat hij wel halen. Dat kun je het ook wel laten weten onder deze video. Jullie kunnen ook transfers achterlaten voor de Twente Kerenwood. Dat kunnen jullie ook. Oh, daar heb ik al te veel verklapt eigenlijk. Foutje! Oké, jullie weten dus nu welke club gegaan. FC Twente. Twente wordt de volgende Kerenwood waar we gaan coachen. Maar goed, dus laat ook transfers achter voor die Kerenwood. FC Twente. Oh, dat is echt heel dom. Maar goed, maakt niet uit. Twente Kerenwood wordt dus nu dus in plaats van RKC Kerenwood. We gaan met Bert van Marwijk naar FC Twente. En gaan kijken of we het daar goed kunnen doen. Het is een beetje stom dat ik het nou al gezegd heb. Maar maakt niet uit. Jullie hadden het toch wel gezien uit van de video. Dus zo maakt het ook uit. Ondertussen nog steeds de tweede helft. 0-0. Tussen Ajax en RKC. Burton. Miranda. Krijgt de bal bij Jansen. Goed, nu Vente. En het is 1-0. Dylan Vente scoort. En we komen op voorsprong. Dylan Vente, de man. Toch wel. Van RKC dit seizoen. We mogen natuurlijk ook spelers meenemen naar Twente. Als Bert van Marwijk. We worden daar coach. En ja, met Hongarije gaan we ook ons laatste toernooi spelen. En dan gaan we daar ook weg. Maar goed, we kunnen natuurlijk nog spelers halen bij FC Twente. Er kunnen ook spelers van RKC tussen gaan zitten. Maar goed, jullie kunnen ook transfers achterlaten. Die komt de bal weer bij Ajax. Dan komen ze eruit. Komt er een tegendoelpunt. Hier de bal. Komt hij goed aan. Dan is het 1-1. Het is weer gelijk. Het is Neres die scoort. En het is weer gelijk in de Johan Cruijff Arena. Miranda. Onderschepping weer Ajax. Nee, Burton. En Neres uiteindelijk wel. Ajax weer met de bal. Achteruit. Dat is misschien een nadeel. Marien. Laat er langs. Jansen kan hem niet bijhouden. Tadic. Labiat. Tadic. Geen vrije trap voor Ajax. Dat is mooi. Tackle ingezet. Goed gedaan. Weghalen nu. Dat gebeurt niet goed. En de bal net naast. Gelukkig maar. Anders had het zomaar de 2-1 achterstand kunnen zijn voor RKC. Nu in de competitie. Gaan wij 7 eindigen. Dat kan ik jullie ook al vertellen. En goed, we hebben dus de Europa League finale. Waar dus een stukje uitgehaald is. Dat is door de Xbox een fout. Daar kan ik niks aan doen.
Brouwer gaat erin komen. Hij vervangt ook nog een jeugdspeler. Huntelaar bij Ajax erin. Ajax ziet de vrije trap. Gevaarlijk. Weggehaald. Trouwens, Miranda ging eruit. Brouwer erin. De extra-tijd zit er bijna op als deze wedstrijd 1-1 gaat eindigen. Maar Ajax zit de bal nog voorin. Hij wordt nou weggehaald. Ik denk dat we gelijk gaan spelen. We gaan gelijk spelen in de Johan Cruijff Arena. Is eigenlijk wel goed. Hierna hebben we de wedstrijd tegen AS Roma. Voor de Europa League. En laten we hopen. Ja, jullie weten al dat we die gaan winnen. Maar goed, laten we hopen met hoeveel we die gaan winnen. Half finale op 6 mei 2021. En we gaan kijken wat het gaat worden. Jullie weten ongeveer wat het gaat worden. Maar jullie weten niet welke uitslag het gaat worden. Deze half finale. Hebben we volgens mij ook al thuis of uitgespeeld? We hebben al uitgespeeld tegen ze. Als ik mij niet vergis. Ja, 3-2 gewonnen. En nu moeten we dus in eigen stadion het goed gaan doen. Hier krijgt Greco de kans en het is al gelijk 1-0. Of gelijk, binnen 20 minuten. Greco maakt de 1-0 voor RKC. En we staan op de 1-0 voorsprong. 4-2 in totaal. En het is Greco die scoort. 28 minuten. RKC ziet het licht. Immers. Immers krijgt de bal niet verder. Gomez zie je wel, maar de vrije trap is er voor RKC. Dat is mooi. Vrije trap wordt genomen. Niet Leemans, maar Greco gaat achter die bal staan. Probeert hem dus zelf. Gaat hem proberen zelf erin te schieten. Greco. De man van de 1-0. Kan die ook hier een mooie 2-0 maken. Greco. Raar schot. En dan gaat het ook over. 40e minuut ondertussen. Vlak voor rust. Komt er een kans voor AS Roma. AS Roma. En de bal gaat erin. Het is 1-1. Het is de 4-3. Nu in totaal. Maar nog steeds hebben wij de voorsprong. Greco. Wordt het dan hier nu de 2-1 voor RKC? Nee, Vente krijgt er nog niet in. Tweede helft, 50e minuut. Weer AS Roma. Komt er een kans? Ja, er langs. Komen ze er langs? Ja, ze zijn er langs. En het is 1-2. Dus het staat gelijk. 4-4. Zorgen gedaan door de verdediging van RKC. En zo staan ze weer. Zo staan we eigenlijk weer op gelijke hoogte. 4-4. 2-1 achter. RKC verliest hoop. Leemans. Vente. Kluivert. De bal wordt achterin een beetje rondgetikt door AS Roma. Met deze stand wordt het dus verlengen. Maar zover wil natuurlijk RKC niet laten komen. En trouwens, ik zeg me wat te bedenken. Het is misschien een beetje raar. Maar ik was natuurlijk de opname vergeten. Die verwijderd is. En ik zeg dat we gewonnen hadden. Maar we hadden volgens mij gewoon verloren. Die finale. Met 3-2. Wat ben ik? Ik ben nog steeds moe van mijn werk, jongens. Neem me niet kwalijk. Ik heb soms even blackouts. Dat ik niet weet wat of wat ik, wat ik gedaan heb. Wat ik opgenomen heb. Maar ik heb die wedstrijd gewoon verloren, die finale. Oh mijn god. Oké, okay, maar ondertussen kwamen wij ook op de 3-1 achterstand. Dat betekent dat het 5-4 was. Ja, in die finale gaan we dus spelen tegen Stuttgart. Nee, niet tegen Stuttgart. Gladbach, sorry. Maar die verliezen we dus. Ah, Wesley, ga toch eens even goed nadenken voordat je video's opneemt. Maar goed. Nog 10 minuten te gaan. De 5-4 achterstand. Jullie weten, we gaan naar die finale. Dus er moeten nog wat goals vallen. Minimaal 2. Tahiri. Tahiri. Van Wolfswinkel. Ricky van Wolfswinkel. En het is 2-3. Via 5-5 in totaal. En we staan weer gelijk. Ricky van Wolfswinkel, de man van RKC, samen met Twente, scoort hem. En RKC heeft een hoop. Jansen. Jansen, vlak na die goal wordt het dan al de volgende doelpunt van Wolfswinkel. En het is de 3-3. Ricky van Wolfswinkel, 6-5 in totaal. En hij is de man van RKC die RKC helpt naar de finale van de Europa League. Tegen Gladbach. En ja, wordt het dan nog meer? Wordt het dan nog de 4-3? Nee, de bal over. We gaan winnen met de 6-5 in totaal. 3-3 deze wedstrijd. En dat zetten we dus op dat wij gaan winnen. De extra tijd is om. En deze wedstrijd is ook afgelopen. We winnen met 6-5 in totaal. Spelen 3-3 gelijk. We zijn door naar de finale. En zoals ik al zei, niet de hele finale is te zien. Wedstrijd tegen Heracles simuleer ik. Met het basiselftal. Die spelen we gelijk. 0-0 was tevens ook de laatste Eredivisie wedstrijd van het seizoen. En dan zeg ik al, we waren 7e PSV als kampioen geworden. En wij gaan de wedstrijd tegen... hier zie je al dat ik naar Twente ga. Ik heb het ingediend. En Twente kwam daarna met een acceptatie. Dat betekent dat we naar FC Twente gaan na deze wedstrijd. Wat niet helemaal te zien zou zijn. Sorry, neem me niet kwalijk. Maar ik kom dus gewoon door de Xbox
Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Gladbach RKC. Die gaan we dus verliezen. De finale van de Europa League. Het is een beetje zonde dat ik het al voorspel. Waarom kijken jullie de video's dan nog? Maar goed, dat is mijn fout. Ik kwam er een beetje snel doorheen. En daarom heb ik alle wedstrijden, het laatste wedstrijden van het seizoen, van dit seizoen van de RKC, opgenomen. En al ingesproken. Of ingesproken doe ik nu. Daardoor dat ik niet alles meer weet hoe of wat ik gewonnen heb. Dit is allemaal ver van tevoren opgenomen. Ergens tweede week of zo. Deze week ergens in een op maandag of zo. Dus ja, soms weet ik niet echt de opnames meer wat ik gedaan heb. Maar daarom dat ook deze dag dat ik die gewonnen had. Maar ja, ik dus verloor. Die finale van de Europa League. Maar goed, maakt niet zoveel uit. Na 30 minuten, en je ziet ook dat wij het gewoon lastig hebben. Na 30 minuten komt al de eerste kans aan voor de Gladbach. Gladbach. Plea. Meulensteen zit druk. Plea en de kans. En het is nu 1-0. We staan achter. 32e minuut en we staan achter. Dat is heel erg jammer. Heel erg zuur. Vlak voor rust kunnen we nog de gelijkmaker maken. Vente. Vente weggehaald. Die bal komt bij Vente terug. Vente een goede paas op Greco. Geen buitenspel. Terug op... geen idee wie het was. Volgens mij Leemans. Maar die komt de bal ook niet verder. Zakaria. Kans weer voor Gladbach. RKC is helemaal weg achterin. Ik kan wel zien dat de wedstrijd gaan verliezen. Als hoe wij hier nu spelen. Komt er een kans aan. Stekelenburg redt weer. Rust bijna. Maar nog niet helemaal. En de tweede helft zien jullie volgens mij niet eens. Ofwel, dit was een stukje van de tweede helft. Daarna is dus die opname weg. En dat is heel erg jammer. Maar we verliezen wel die finale. Dat is nog jammerder. Is dat Nederlands? Ja, dat is Nederlands. Dat is nog jammerder natuurlijk. 51e minuut. 106 achter. Greco. Greco krijgt hier de bal verder. Greco op Hoeve. Hoeve rust er langs. Hoeve kan hem voorgeven. Doet hij ook richting Vente. En de handen weer van Sommer. En geen 1-1 voor RKC. We verliezen volgens mij de wedstrijd. Ik moet even nadenken. Ik weet niet bij wanneer deze opname stopt. En hoeveelste uitslag. Maar dan weet ik ongeveer hoe we verloren hebben. Volgens mij nog verlenging zelfs. Als ik even nadenk. Maar goed, hier komt Gladbach weer met de volgende kans. Niet zomaar een kans. De bal wel heel ver achter. En Tahir die gaat erin komen voor Chong. En de vrije trap, doeltrap, is voor Gladbach. 60e minuut. Denk ik zomaar een beetje de laatste kans jullie te zien krijgen. Komt er dan de 2-0. Ja, het is 2-0. Dan kan ik jullie nog verrassend iets zeggen volgens mij. Want volgens mij zit de laatste avond die jullie gezien hebben. Dan ben ik niet helemaal zeker. Ja, dat zie je dus. Maar goed, we hebben nog volgens mij 2-2 gelijk gespeeld. Vlak voor tijd. En hebben we een verlenging verloren met 3-2. Dat was het. Zie je wel iets met 3-2. Maar goed, tegen Twente. We gaan nu naar FC Twente. Twente heeft het geaccepteerd. Biedt onze rol aan. En dat gaan we natuurlijk niet weigeren. Bert van Maanweg gaat tekenen als coach van FC Twente. En hij neemt ook Giovanni van Bronckhorst mee als assistent. Mark van Bommel daarentegen blijft, verrassend genoeg, bij RKC als hoofdcoach. En er wachten natuurlijk nog een andere assistent. Die komt er, die gaat gepresenteerd worden loop deze dagen. Dat zien jullie op mijn Insta-account. Ik bedank voor het kijken aan deze video. Morgen de Feyenoord Kermoord ook afsluiting. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik zoals tijd. En zoals nu. Later. Yeah. Welcome to another crime scene.